Je hoort van alles, maar we weten niet niks. Nee. En we weten gewoon dat het moeilijk is om iets anders te krijgen. Ja. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Op 1 juli sluit de Spar in S helaas voorgoed zijn deuren. Ik denk dat jullie hier zijn omdat wij 1 juli dichtgaan. En dat het geen Spar meer is en dat er geen winkel meer is in S. Ik denk dat best wel veel mensen daar toch verdriet van hebben. Ik denk het ook. Ik zelf ook. Het is wat het is. Het is gewoon niet meer rond te rekenen. We hebben gewoon omzetverlies. De kosten zijn erg groot, hoog geworden. Ja, en dan weet ik niet meer waar ik het moet zoeken. En hoe kom je precies aan 1 juli? Dan loopt mijn contract af. En dan mag ik geen sigaretten meer verkopen. Dus ook dat krijg ik voor me kiezen, dat ik geen sigaretten meer mag verkopen. En dat is ook een klein stukje verdienmodel. Ja, en die mensen die kopen misschien ook wel iets anders. Dus dan wordt het alleen maar nog erger waarschijnlijk. En daarom heb ik vorig jaar mei heb ik mijn contract opgezegd bij Spar. Zodat Spar nog een ondernemer kon zoeken die mij over kon nemen. Maar ja, helaas, in deze tijden zijn er niet zoveel mensen die zo'n winkel weer op willen pakken in zo'n klein dorp. Ik heb er alles aan gedaan om die winkel draaiende te houden. Maar, Zoals? Ja, heel veel werken. Bijna geen vakantie. En zeker de laatste 2-3 jaar. En dat eist een tol. Dat geloof ik ook. Maar buiten dat, je hebt heel veel gedaan, ook op het gebied van dat de mensen hier medicijnen kunnen halen, postzegels kopen, glaswerk weg kunnen brengen, et cetera. Ja, dat klopt. Er is natuurlijk heel veel te doen hier. Er kan heel veel faciliteiten zijn hier aanwezig. En dat is gewoon heel prettig voor het dorp. Maar ja, nogmaals, het is gewoon niet meer rond te rekenen. En de energie die ik heb, die valt weg op een gegeven moment. Omdat ik ook in februari heb ik dus een soort charme-offensief gedaan richting het dorp. Ik heb een prijsvergelijkend onderzoek gedaan met Albert Heijn, Plus en Jumbo. En daaruit kwam voort dat we echt niet zo gigantisch duur zijn. We zijn misschien wel bepaalde dingen wel iets duurder. Maar ja, dat kan niet anders met zo'n klein marktgebied. De mensen hoeven er ook niet voor ver voor weg te rijden. Dus dat scheelt ook weer. Ook dat scheelt dat. In een dorp de verantwoordelijkheid naar een buurtsuper hoger is als in Boksel, waar diverse winkels zijn. Dan maakt het niet uit waar je naartoe gaat. Maar hier is het wel belangrijk. Klopt inderdaad. Het is ook het sociale aspect wat speelt, hè? Ook dat. Elke dag weer. Mensen komen hier misschien wel 3 keer per dag. Gewoon om even te buurten en iets te halen. En dat verdwijnt dus. Ja, jammer, hè? En wat vind je er zo jammer aan? Ja, de buurtsuper, dan moeten we voor alles weg. Nou, is zo makkelijk om hier even naartoe te lopen om de kleine boodschappen. Als je iets mist, kan je het snel ophalen. En de post, et cetera. En de post, ja, alles. Medicijnen. Ja, alles mis je. Ja. Maar misschien komt er nog iets anders, je weet het niet. Dat weten we niet. Ja, je hoort van alles, maar we weten niks. Nee. En we weten gewoon dat het moeilijk is om iets anders te krijgen. Ja. Wij vinden het heel erg jammer. En nou zijn we zelf nog wel mobiel en we hebben ook een autootje, maar als je dat niet hebt en je woont in dit dorp, dan is het heel moeilijk om aan je boodschappen te komen. Er is niks meer, hè? Nee, er is echt helemaal niks meer. En mensen die lopen er nou naartoe, soms met een rollator, een fietsje, dan kun je gewoon heel fijn boodschappen doen. Alles is er. He, dus je kunt, en je kunt ook aan Waldo vragen en dan bestelt hij het apart voor je. En dat gaat helemaal wegvallen, dus we zullen heel erg moeten wennen. Natuurlijk is het jammer dat die weg wordt in het dorp. We kunnen mij niet missen, denk ik. De missen mensen niet. Wat mijn vrouw weet ik, die valt er achter op wat moet ik zeggen? Op een mis. Ja, die is ook dan de beheerder van het dorp, zoals je is. Dus die moet dan, in de regenmorgen, die hadden we koffie, hadden dit tekort, dat tekort. Dus ik denk dat heel veel mensen op mispakken, denk ik. Ja. Dat denk ik ook wel, ja. Dus ik hou me hard vast. Ik denk dat we toch in een gat vallen eventjes. En niet wij, maar mensen die niet zo mobiel zijn.
Okay. Voor de dorpssfeer is het ook veel beter als er zoiets is. Want het is een ontmoetingscentrum en je kunt er voor heel veel dingen terecht. Onze medicijnen liggen er, dat is ook heel laagdrempelig. He, je kunt gewoon naar de dokter in Bokstel en de medicijnen worden gebracht hier. En mensen kunnen het hier ophalen. Dan hoeven niet naar Bokstel, dan weer terug om de medicijnen bij de apotheek te halen. Dat is ook zo fijn. En blijft dat gecontinueerd? Hoe moet dat? Ja, allemaal vragen die misschien over een jaar zijn beslag krijgen. Ja, ja, ik hoop snel dat er toch allerlei oplossingjes komen. En we hebben natuurlijk PEP. En die zijn heel actief bezig met daarover nadenken. Dus we hopen dat er voor heel veel mensen die hier toch aan het dorp gebonden zijn, oplossingen komen. Ja, ik weet het. Nou zit ik toevallig bij PEP. Dus we zijn wel aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om... Kijk, dat is toevallig, ja. Ja, om iets anders te regelen. Ja. Maar dat zal nog niet meevallen. Ik las iets van dat er zoveel vrijwilligers nodig zijn. Ja, en vrijwilligers zijn lastig te vinden, hè? Dus ja. Dat niet alleen, maar ja, zoals Waldo al zei, de onkosten worden steeds hoger, de kosten. Ja. Dus het zal niet meevallen, denk ik. Nee, dat zal niet meevallen. Nee, we zullen moeten creatief moeten zijn, denk ik. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken voor de jarenlange klandizie die jullie als trouwe klant altijd hebben gedaan bij mij, de laatste 22 jaar. Echt chapeau, altijd weer hier naartoe gekomen en een praatje en een lachje en dat was gewoon helemaal top. Daar heb ik heel veel energie in gehad, samen met mijn personeel die daar ook altijd veel bewogen in meedeed. En jammer dat het zo moet gaan lopen, maar ja, in ieder geval hartelijk dank voor alle klandizie. Echt top, dankjewel.